Ja. Ja, het werkt. Alleen werkt het snel genoeg, want gaat het ook hierheen? Splitst hij het op? Want volgens mij Nee. splitst hij het niet, hè? Jawel. Hallo kijkers van Gaz Games. Hier zijn we weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op Sky Factory. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Mensen, dit wordt weer wat speciale aflevering. Want ten eerste hebben we natuurlijk deze cuber voor jullie klaarstaan. Daarvoor moeten jullie allemaal natuurlijk weer even een duimpje omhoog doen voor de luck. Duimpje. En wij hebben ja, aardig wat dingetjes wat wij deze aflevering moeten doen. En wat misschien ook wel meerdere afleveringen gaat duren. Want wij moeten even uit gaan zoeken wat nou ongeveer de beste manier is. Maar laten we eerst dat ding openen. Denk ik. Remco en. Of nou, wie wil hem doen? Jij of Eva? Oké, Eva wil hem doen. Nou, Eva is oké. oké, Eva, ik sta een stapje Okay. achteruit. Jij mag Ik dat wil ding iets kapot gaan nieuws. slaan. Ja, ik wil ook iets nieuws. Ga je er bovenop staan, really? Mag ik alle door? Oh ja, oké. Okay. Wil je er echt bovenop staan? Nou, Oké, succes Eva. in Als je 3, doodgaat, niet ons probleem. 2, 1. Uh-oh. Oh Oh nee, nee, weer niet die weer die potions. potions. Die zijn stom. Ja, die zijn echt stom. Simpel. Oh. Nee, ben ik net safe. Oké, okay, ik ben safe. Ja, volgens mij onze dieren niet. Het schaap ging vliegen. Ja, nou is het wel klaar met de. Oké, mooi. Jongens, laat ik Ja. zo even zeggen, ons dierenhok is pretty much invisible of leeg. Ik heb Ik heb geen werkelijk maar geen flauw idee. In idee. ieder geval, mensen, waar we dus deze aflevering mee bezig gaan, want nu vragen jullie af, jullie zien het. Oh ja, dat was ook nog iets wat ging komen. Oh, en dat was gewoon mijn hele. Ga even aan de kant als je wil. Ja. Want hier komen heel veel spullen uit. Oké, duidelijk. Ja. Oké, goed. Waar we dus mee bezig willen gaan. Is een bepaald. Ja, hoe zeg je dat? Een mooie, uitgebreide versie van wat wij hadden: de cobblestone of de ores generator. Alleen Ja. deze gaat meerdere soorten ores produceren, om zo maar te zeggen. Dus gravel kwam alles uit, hè? Gravel was zeg Ja. maar goed voor iron, voor koper en dat soort dingen, maar het lag aan de mesh, toch? Ja, Diamond Oké. Mesh die zorgt zeg maar voor gold en de normale mesh die we als eerste hadden volgens mij, dat fixt zeg maar ook iron, maar ook koper en zo en dat hebben we heel veel nodig. Oké, nou ja, je hebt de nieuwe chesten, heb je al kennis mee kunnen maken daarnet natuurlijk. Dit zijn Ja. nou ja, super grote chesten die je kan gebruiken voor mokertje veel opslag. Nou hoop ik dat dit werkt. Ja, dit werkt. Heb je hier Mooi. twee opslagpunten. Doe eens dicht. Kijk, je ziet hier nu eentje en daar nu eentje. Dat zijn de punten waar de items naar binnen kunnen. Oh, Dus oké. ja, ik weet niet wat het snelste is, maar ik heb hier bijvoorbeeld transferpipes. Ik kan nu zeggen van bang, bang. Zie je wel? Ja, bang bang. Nou, waar dat dus op uit moet komen. Want ja, we willen natuurlijk even kijken. Hier moeten dus de auto-sieves. Want de sieves die zeggen van die komt de loot uit. Dus die moeten Ja. het uiteindelijk daarheen. Even kijken. Kan ik dat? Ja, dat werkt volgens mij. Maar hoe snel werkt dat? Dat is mijn vraag meer. Van. Nee, dit zijn andere poppetjes. Ja, dat zijn andere poppetjes dit keer. Heb jij toevallig wat. Oh, wacht. Hier zit Ik heb compressed. helemaal niks bij me. Zo, even kijken hoor. Dan hebben we hier een mesh in zitten. Nou ben ik benieuwd, want dan gaan we heel even snel met de capacitor bank. Gaan we even kijken. En dan zetten we even zo. Zo. Dan doen we hier even een kabeltje tussen. Eva komt opeens met een Wat schaap op de haar hoofd fuck, aanlopen. jongen? Ga eens weg, schaap. Zo. Oké. Gaat dit snel genoeg, is mijn vraag. Wordt alles direct doorgepompt? Want ik weet niet hoe snel deze transferpipes werken. En hij is. Klaar. Even kijken, hoe snel gaat het? Werken die transferpipes überhaupt? Want voor wat ik Eva, nu bam. zie, gaan die transferpipes niet. Die vervoeren geen uit. Moet je daar een stukje tussen zetten, even? Oh, heb jij die? Nou, die heb ik niet. Ik heb geen transfer nodes. Die zullen dan waarschijnlijk gedisappeerd zijn omdat mijn inventory vol zat. Heb je Wil nou jij twee eens even van die kijken? energy conduits trouwens voor mij? Ja, oké, okay, energy conduits, oké. Okay. Eentje, by Wil je er the way. daar een paar van maken dan even ondertussen? Want nou ben ik, ja, want nou ben ik benieuwd. Hij geeft aan van, joh, hij is geconnect aan twee punten, dus hij zou het moeten doen. Je hebt ook een transfer pipe filter.
Nee, ja, ik heb geen filter nodig. Ik moet echt puur die notes dan hebben. Transfer note, hoe heette die? Kun je mij eens zo'n energy conduit geven? Wat er? Eén zo'n energiepijp ding. Hoezo? Doe eens. Oké, hier. Mooi. Ja, oké, dat is mooier inderdaad. Maar dan moet hij moet hier tussendoor ook nog naar de nieuwe machines kunnen, hè? Dus daar moeten we ook een beetje rekening mee houden natuurlijk. En er moet ook nog ruimte zijn voor transfer pipes. Dus... Hebben we nog een mesh trouwens? Even snel, dan kunnen we ons namelijk beide even aanzetten. Je hebt ik heb redstone. Wat heb je nodig? Hoeveel? Ja, twee. Want dan moet. Of nou, meer. Nee, meer. Want moet hij op elk ding moet één zo'n dingetje? Nee, zo'n conduit, zo'n node. Moet op elke aansluiting één zo'n node zitten. Ja, maar niet dat langs de pipe zeg maar twee zitten. Dat mag niet. Dus er moet maar één per pipe. Dus in het apparaat moet er eentje zitten en in de pipe, aan de chest moet er één zitten. Nee, maar eentje aan de chest. Oké, okay, nou dan maak er maar even een. Eentje is 16. Oh, hier. Eén redstone is 16 van die dingen. En je pakt dan maar. Wat heb je nodig dan? Ik heb pipes nodig, dus ik heb... Oké. Dan moet je dus nog een paar redstone hebben. Oké, dat is duidelijk. Hier, neem dan dit maar heel even. En maak er even een paar. Oké, dan kunnen we nog niet beginnen. Want we moeten even wachten op die energy conduits. Ja. En blijkbaar... Wacht, dan haal ik deze hele setup nog heel even... Oh, jezus. Haal ik deze setup nog heel even weg. Dit is heel naar dat ik nou die items allemaal in mijn inventory heb. Oh, mag ik voor jou alle apparaten terug en zo? Ja, even kijken. En dat zijn dan die. En die. En de meshes geef ik je ook even. Zo. Ja, oké, de meshes mag ik ook hebben. En dat waren ze? Ja, dat was het. Oké, dan doe ik even die trendspijp. Wachten we heel even op Eva tot ze dat ding kan brengen. Want wat we willen doen, mensen, is zeg maar dat we en diamonds en dat soort dingen krijgen. En we willen er ook voor zorgen dat we nog copper en iron en zo krijgen. Want onze copper, iron en dat soort items raken op. En de diamonds en de gold en weet ik wat, blijf maar stekken en stekken dat we gewoon eigenlijk niet meer nodig hebben. Dus ja, dat is gewoon eventjes iets wat we moeten doen. Alleen het is een beetje zuur dat ik net weer dood ben gegaan, want nu ben ik mijn 12 levels er kwijt. We hebben nog 7, bijna 8. Ja, nee, ik wou eigenlijk nog een mesh dan enchanten. Heb jij die dingetjes klaar? Ja, maar ik vraag het alleen. Anders geef ik de ingredients, maar hier leeg ik me in veven. Oké, nou mooi. Dat schiet dan op. Even kijken. Ja, voor de rest kunnen wij niks doen nog eventjes. Want we moeten echt wachten op deze. Oh ja, we kan wel even wat van die conductive iron bij maken. Ga ik mooi toekijken hoe Remco dat staat te doen. Oké, je hebt ze? Oh, je bent buiten. Ik sta nog binnen. Oké, lever ze maar in. Oké, dan. Oké, dus jij zegt, je hoeft er maar eentje aan te sluiten hierop, zo. Ja, of op de kist. Ja. Of op de machine. Nou ja, we checken het wel eventjes. Even kijken, autosief. Als we die dan hier plaatsen en die dan hier, zo. Oh, wow, dat staat heel lelijk. Ik wil wel dat ze met hun gezicht naar voren staan te werken natuurlijk. Oh, dat werkt niet. Blijf af. Ga weg. Aan de kant. Wegwezen. Heel gauw. Nee, ze kunnen dus alleen maar naar deze kant werken. Nou ja, prima. Dan doen we dat gewoon. Dan hebben we dus deze energy dingetjes nodig. Hoppakee. En dan hier in het midden die basic capacitor. Zo. Oké. Nou, die wordt dan ondertussen leeggezopen door de energie die hier ingekropen gaat. En dan hier een stiff mesh. Nee, even nog niks doen. Even kijken, dan pakken we twee van die stacks. En nou ben ik benieuwd, als ze gaan werken, of nou wel alles erin gezogen wordt, om zo maar te zeggen. Even kijken. Dat zien we zo pas. Oké, thanks voor die conductive iron. Even kijken, dit duurt even. Hebben we nog sapjes? Zo, hup, sapjes. Dat is iets sneller. Niet uitgehaald. Het wordt er niet uitgehaald, zeg jij. Nee. Oké, dus... Dan zou het dus op een andere manier moeten. Misschien omgedraaid inderdaad. Dan doen we het apparaat, doen we die zo. Ja, als het goed is zo, want dat heeft ook met dat ding van haar.
Oh, oké, dat had even ook met dat ding van haar. Oké, zo. Wordt het er nu wel uitgehaald? Ja, het wordt eruit gehaald. Ja. Alleen, ja, oké, het tempo bevalt me op zich wel. Ja, ja, en ik denk als deze vol zit, dat we gewoon even telkens een keer moeten checken of zo. En dan, Ja, precies. Oké, dit staat. Dan moeten we het anders nog gaan doen. Even kijken, dan moeten we naar boven gaan werken. Gaan we naar boven werken of niet? Of gaan we naar de zijkanten werken? Ik denk eerst naar boven, want deze twee kun je eigenlijk weer samen laten komen, toch? Ja. En wat hier vooraf gaat, kan allemaal op één ding. Oké, zo, dan... Hoppakee. Oh, wacht. Ja, dat klopt. En nou, daartussen moet je dan de... Dan moet de auto-compressor... Ja? Even kijken. Oh. Die moet dan hierop... Nee, ertussen toch? Oh ja, wacht even. Ja, dan moet dus eerst zo'n apparaat erop. En dan... Oh, ik sta... Oh, je hebt er twee. Oké. Zo. Even kijken, maar die moeten ook weer gepowered worden, dus... Oké, dat kan volgens mij. Dan kunnen die twee die hieronder zitten, kunnen eigenlijk wel weg. Ja, eigenlijk wel, zo. Dan zou dit nu, tot nu toe, alles moeten poweren. Dan ga ik heel even deze neerzetten en dan hoop ik... Ja, zeg maar, dat deze nog vol blijft gaan. Wacht even, dan moet ik heel even de out... Dit moet een input zijn, zo. Oké. Ja, kijk. Boom. De energie wordt volop geladen. Oké, nice. Nice. Even kijken, dan heb jij blokjes, normale blokjes, waar ik even mee kan stapelen. Dat nou, is... geeft... Oh mijn god, nee. Geef hem één blokje, wat? Kijk, nee. Eva, ga doen, huis normaal, man. Jongen. Wat okay. De fuck is ze aan het doen, man? Even kijken, dan moeten we weer trendsuppen. Heb jij nog meer van die energy conduits? Of die link, of die ja. Die ingots. Die plakplaatjes, die voorbij zijn om... Die zwarte. Deze. Oh, oké, nou dan ga ik die even snel maken. Want die heb ik dus nog blijkbaar nog meer nodig. Even kijken, dan hebben we dus dit nodig. Transfer pipe. Wil jij misschien even voor mij wat chest maken, Remco? Of even kijken. Twee chesten en ik heb twee chiseled stone nodig. Twee chesten zou ik maken. Chiseled stone, hoe maak je dat? Ja, dat hebben we denk ik nog. Chiseled stone, even kijken. Ik heb één. Serieus? Ik heb twee nodig. Polished stone. Waar is al ons normale stone gebleven überhaupt? Dat is ook weg. In de kist ernaast. Je hebt twee chesten nodig, zeg jij? Nou ja, ik heb twee chesten nodig inderdaad. En dan heb ik vier totaal polished stone nodig. Maar dat hebben we dus niet meer. Dus dan moet ik even wat cobblestone hebben en dat moet ik omsmelten. En daar moet ik dan... niet chiseled stone. Hebben we nog die chisel ergens? Weet ik niet. Eva? Ja, wil je die aan mij geven? Overal liggen spullen. We moeten één chestplace hebben straks, joh. Want dit is echt... Ik ben me dood aan het zoeken naar items. Nee, ik moet de chisel zelf hebben. Oh. Dat item. Nee, de chisel. Dat apparaat, of dat toeltje waarmee je ze chiselt. Misschien in de toolchest. Even kijken, want nou heb ik alle stone. Oké. Hey, wie heeft deze top engineering move gedaan dan? Ja, geef maar. Just niet eens openen. Dat is Eva de tactiek. Even kijken, zo, polished stone. Even kijken, hoe deden we dat ook weer? Kon je ze dan nog steel in bitsen? Kon je dat dan... Oh, wacht even. Dan moet ik zo doen en dan... Moest ik dus... Een clownvis? Gedroogde clownvis, nee dank je. Ik wil eten. Zo, dit heb ik allemaal niet nodig. Hoppakee. En dan kan ik nu dus vier van die itempjes maken. Zo. Oké, we kunnen weer verder, Remco. We kunnen weer verder aan onze machine. Oké. Dus eet ik even een gedroogde clownvis. Ja, eet jij maar een gedroogde clownvis. Jongen. Oké. Zo. Dan moeten hier op de hammers, neem ik aan. De autocompressor. Dan moet je die erop hebben. Ja, of niet. Of naar de zijkant. Ja, kan ook. Alleen maar... dan is het stroom aan ze geven is moeilijker. Ja, kijk, nu ga maar gewoon omhoog. Ja, want nu is het qua stroom is het eigenlijk heel simpel. Je zegt ja, van...
gewoon een lijn omhoog inderdaad. Pof. En dan... Dat maar. Ja, dan... Oh shit, die moest daar niet. zo. Oké, dan heb je deze. Ja. Daar moeten allebei hammers in. Zo en zo, zo. En daar komen dan uiteindelijk de compressed cobblestone blokjes. Maar dat is dus weer even iets waar ik denk van... hoe gaan we dat doen? Want waar gaan we dan nu... Want nu komt er nog een autocompressor. En dan pas komt de cobblestone gender. Ja, dat kan op zich wel, denk ik. Want ik wil wel deze cobblestone gen nakken. Oh, die is er nu ingegaan. Zo! Ja, die zit helemaal vol. Oh, wacht. Die zit echt heel erg vol. Kan deze chest los als er iets bovenop staat? Ja, denk het wel. Okay, mag ik hem even iets changen dat hij gewoon... Dan gaan we hem gewoon afbuigen, lijkt mij. Dat kan ook. Wacht, we halen hem hier inderdaad even tussenuit. Oh, even alles oppakken. Ouch. Want het is best wel veel itempiece. Dan kunnen we hem inderdaad... Oh, wat? Oké, ik moet even daarop komen staan. Deze dan ertussenuit. Deze ook ertussenuit. Oké. En dan in de... Nee, dat moet omgedraaid, Remco. Toch? Ja. Dat moet omgedraaid. Die moet dan... even kijken, zo draaien. Daar tegenaan. En dan moet er nu een transfer pipe. Ja. Oké, dan moet dat hier hetzelfde doen. En dan komt hier ook de hammer. Wacht, kan die nu nog open? Ja, kijk, hij kan nog open. Dan heb ik die andere hammer. Die zetten we hier. Kan die nog open? Ja, hij kan nog open. Oké, dat is helemaal mooi. Plakken we die... Oh, oeps. Plakken we er hier weer één tegenaan. En dan zo. Je hamers erin gezet? Hamers heb ik er nog niet ingezet, maar ik val weer naar beneden. Even kijken. Zo, zo. En dan hier heb je... Jij hebt die andere hamers. Oké. En dan... Zo. Nee, wacht even. Ja, wel. Die ook weer. En oh shit, dan moeten we twee van die autocompressors gaan maken. Oh shit, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Hoe maak je die autocompressors? Oh, 8 crafting tables. 8 crafting tables? Ja, en dan even kijken. 18 plus 8 is... Dat heb ik nog een eieren nodig. 18 plus 8. Oh shit, hebben we dat nog? Ja. Moet je eventjes kijken bij jou in die chest wat hij die al heeft gemaakt. Oh. Tot nu toe. 48 chunks. Oh, dat is meer dan genoeg. Oké, dat zijn 12 van die ore chunks. Oké, die moet ik dus heel even daarin gooien, of niet? Hierin. Ja. Oké, zo, die gooien we erin. Zit hier nog wat iron in? Ja, 3 stuks. Oké. Dan heb ik dus nu nodig, even kijken voor de autocompressor, 2 bloks en voor de rest allemaal ingots. Oh, dat heb ik al, joh. Echt? Ja, dat heb ik al in mijn inventory. Dan heb ik dus alleen de crafting tables nog nodig. Kijk, hoeveel zijn? 8 stuks. Oké. Als we die dan nog hebben, dan wordt een lange aflevering dit, mensen, maar dan hebben we in ieder geval wat. Nee, als het helemaal perfect werkt. zo, even kijken. Compressor, zo 1 en nog eentje, dat is 2. Oké, die hebben we ook weer. Hoop ik dat we van alles genoeg hebben trouwens. Oké. Zo, wat een machine is dat nu al zeg, jemig. Oké, dan komt... Oh, godsamme. Dan hebben we dus nog niet genoeg, Remco. Wat heb je nodig? 1 energy conduit. Oh nee. Of 1 transfer node is dat, zeg maar. Hoe maak je die? Ja, dat zal ik zo even gaan kijken. Want weet je wat we missen? Als enigste. En ik denk misschien... hoe kunnen we dat het beste doen? Even kijken, want de stroom moet hier doorlopen. Kan die chest dan überhaupt nog open? Vraag ik me af. Ja, toch? Yup, hij kan nog steeds open. Heeft alles ook genoeg stroom? Nee, hier komt al geen stroom meer binnen. Hoe kan dat? Even kijken, komt er überhaupt nog stroom binnen? Nee, helemaal nergens. Donker ook, hè? Nee, ja, maar dat ding staat wel aan. Ja? Heb je... Hij zit vol. Oh, wacht even, ik denk dat ik het weet. Zo? Nee. Hij deed het net nog. Hij deed het net nog. Oh, hij doet het.
Kijk, ja, heb die. Blijft hij het ook doen? Ja, ja, hierbovenop. Hij doet alles tot nu toe? Ja. Oké. Hij pakt hem helemaal tot achteraan, dus... Oké, dit doet alles. En houdt hij genoeg power, is de vraag. Ja, het is natuurlijk donker, dus je kan niet zien of hij hem oplaadt, hè? Ja, jawel, want hier zit ook power in de solar panels zelf. Die spaart ook power op, kijk maar. Oh ja, jongen, dus het is 600.000. Ja, precies. Dit werkt allemaal. Nou moet hij alleen nog ergens vandaan komen. En dat is een beetje een probleem. Want dat zou dan zo zijn. En dan daar moet nog één zo'n dingetje tegenaan. Zo'n pipe, weet je wel. Dus daar, heb ik voor nodig. Hoe heet dat ook weer? Transfer node is dat? Nee? Of wel? Constant generator moet eraan. Ja. Transfer node. Dat is dat dingetje. 2 redstone, 1 pipe. Oh, dan heb ik weer 2 van die chiseled stone nodig. Oké. Wil jij 1... Oh, wacht. 1 chest heb ik nog. 1 pipe heb ik. Redstone heb ik nog. Oké, alleen de chiseled stone. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Even kijken. Als het goed is, heb ik die hier zo. Hier heb ik net wat stone in gedaan. Ja, oh, even dubbelklik op op dat ding daar. Stone erin. En... Oh, waarom doet hij dat niet? Oh ja, nu wel. En chiseled stone. Hier zo, kies lekker deze. Oké. Die. En dan... die. Nou hoop ik wel dat hij die cobblestone dan verdeelt over 2 plekken. Dat lijkt me wel. En ik heb nog 1 chest nodig trouwens. Heb ik wel bij me. Oké. Want ik wil de cobblestone gen in de chest laten werken en vanuit de chest door, denk ik. Want anders, dan moet hij van... Ja, ik weet niet. We kijken heel even wat beide wat werkt. Even kijken. Dan zou ik dus hierop weer zo'n ding moeten doen. En dan daarop... Generator. Werkt dit? Ja. Ja. Het werkt. Alleen werkt het snel genoeg. Want gaat het ook hierheen? Splitst hij het op? Want volgens mij splitst hij het niet, hè? Jawel, hij splitst het wel. Wel? Oh, hij doet er eerst eentje en dan de ander. Dus hij doet eerst links, dat hij 1 blok heeft gecompressed en dan rechts. En dan deed het zo door. Oké, maar is die dan snel genoeg, vraag ik me af. Wat voor generator zit erop dan? Tier 3, is dat die 1? Want deze is sneller klaar, denk ik. Als dat er een nieuw blok binnenkomt, heb ik het idee. Ja. Dus daarom zeg ik eigenlijk... dat we de kisten of die generator nog even afhalen. Dan doen we hier bovenop nog een kist. En dan daarbovenop een hopper met dat ding. Of nee, daarbovenop die gen. Even kijken hoor, waar is die cobblestone gen? Heb jij die? Ja, die heb ik. Oké, die moet dan bovenop die chest. Dus. Zo. Ja, als het goed is, gaat hij nu dan. Huh? Oh nee, wacht. Een hopper en dan een chest. Of een hopper en dan dat ding. Ik heb een hopper. Hier. Oh, die vang je niet hier zo. Oh, ik had hem nou al neergegooid. En dan... Nee, dit bovenop. Zo. En dan daar bovenop de kobbel. Maar we moeten wel... Kun je dat niet? Ik kan niks blijkbaar. Oké, zo. Oké, zo dan. Oké, nou ben ik benieuwd. Gaat dit sneller? Want anders werkt die niet. Dan moeten we iets van sneller transfer pipes hebben. De hopper is in ieder geval, Klik eens op die transfer node, zeg jij. Even kijken, we zijn ondertussen al bijna 25 minuten bezig. Ja, dit is... Volgens mij kan je daar alleen nog sneller zetten. Gewoon filteren. Ik weet niet wat dat is. Nee, je kan hem filteren. Want kijk, kijk hoe langzaam die pipes... Ja, de pipes zijn te slow inderdaad, uiteindelijk. Wat wel zou kunnen... Wacht even hoor, ik ga even iets anders proberen. Die ertussenuit. Dat tussen zetten of zo. Even kijken waar ze. Die heb ik nu hier. Ik heb een hopper trouwens. In plaats van. Oh, heb jij nog 1 pipe trouwens? Nee, ik heb een hopper alleen. Oh nee, echt. Dat is best nasty eigenlijk. Even kijken, daar 2. Eentje. Zo moet dat dan toch? Kijk, hoe doet hij dat nu dan? Oké,
Oké, hij doet op zich best nog wel snel. En als we dan... Kijk, dan mis ik één transfer pipe, serieus. Ik moet hem gewoon in laag zetten eigenlijk, maar... Eén fucking transfer pipe. Wat hebben we daarvoor nodig? Glass, stone slabs en redstone. Oké. Dan ook toch ook de chest in laag zetten? Ja, maar ik heb de transfer pipes hoor. Oké. Ik heb ze al, kijk, hoppakee, zo. En ik weet, ik heb alleen het idee dat die dan niet optimaal werkt of zo. Nee. Even kijken, dan daar nog een, zo eentje en dan zo. Nou zou die dubbelop moeten werken, alleen blijft het... Jawel, hij werkt hard. Kijk maar, die cobblestone die loopt op. In die, in de hammers. Hammers, waar is onder de hammers? Je. Oh, helemaal onder. Nee, gewoon onder je. Oh, die. Ah ja. Die stekt op, dus dit zou moeten werken. En kijk ook maar in de chest, op zich, volgens mij... Oh, gee, oh, dit is, OCD herstel. Volgens mij is dit echt nu een best werkend ding. Maar kijk, de cobblestone hierin blijft telkens op 63 en 64. Hij gaat niet hoog, hij gaat ook niet lager. Oh, echt? Ja. Dus dit is echt perfect. Ja, dit is bij wijze van perfect. Alleen, ja, hier gaat het niet te snel, zeg maar. Maar oké, wacht. Ik weet nog één ding. En dat is dan voor de volgende aflevering. We moeten zorgen, even kijken of het werkt... dat we automatisch deze bottles hier bij deze gozertjes kunnen plaatsen. Zodat die keihard blijft hier doorsieven. Dat is dan voor de volgende aflevering. Een pokkelange aflevering om zo maar te zeggen. Maar we hebben wel een mooie werkende machine. Die we waarschijnlijk misschien nog wel sneller kunnen maken. Misschien hebben jullie zoiets van... Dylan, je hebt het helemaal verkeerd gedaan. Dat was niet nodig of dat was niet nodig. Of je had beter zo kunnen doen. Laat dat even weten in de reacties. Ik hoop in ieder geval dat jullie het een leuke aflevering vonden. Zo ja, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren. Abonneer ik even op de linkjes in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later.